Nine Kooijman, SP. Wat is een werkbezoek? Een werkbezoek is eigenlijk dat je hier niet in de Tweede Kamer afspreekt, maar dat je daadwerkelijk op pad gaat, eruit. Uit het Tweede Kamergebouw en bijvoorbeeld een ziekenhuis gaat bezoeken of meedraait met de politie. Of een jeugdzorginstelling of een kinderdagverblijf bezoekt, zodat je daadwerkelijk weet wat er in het land gaande is. Zijn er verschillende soorten werkbezoeken? Nou, je hebt eigenlijk twee soorten werkbezoeken. Je kan als commissie, dus de Tweede Kamercommissie, die gaat over een specifiek onderwerp, kan kiezen om bijvoorbeeld een instelling te bezoeken, omdat ze daar een debat over hebben. Maar Kamerleden gaan ook zelf op werkbezoek. Nou, als we besluiten om met de hele commissie te gaan, dan vaardigt eigenlijk elke partij één iemand af. Dus het ligt er een beetje aan hoe groot de Tweede Kamer is, of hoeveel partijen er in de Tweede Kamer zijn, hoe groot die club is. Hoe komt een werkbezoek tot stand? Ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. Mensen mailen mij, bijvoorbeeld als ze een keertje langs willen komen. Of dan zeg ik, nee joh, ik kom gewoon wel bij jou kijken op de instelling. Of ik denk zelf, hey, ik heb een debat over een moeilijk onderwerp en ik weet niet precies hoe dat zit. Dan bel ik iemand op of een instelling die met dat onderwerp te maken heeft. En dan zeg ik, ik wil heel graag met je meelopen. Kan dat? En meestal zijn mensen altijd heel erg bereid om Kamerleden te ontvangen. En dan alles te vertellen wat hun werk inhoudt, waar ze tegenaan lopen. Dus je leer je een hele hoop van. Kan ik zelf Kamerleden uitnodigen? Het lijkt altijd zo ver weg, hè? De Tweede Kamer, Kamerleden is niet te bereiken. Maar probeer in ieder geval altijd contact te zoeken. Want wie weet heb jij wel een heel belangrijke idee of een oplossing voor ons. En dan is het heel erg belangrijk dat we dat wel te horen krijgen.